Volgens mij zijn we daarmee ook op het punt dat jullie je microfoon open kunnen houden en jullie eigen presentatie kunnen gaan delen. Nogmaals, ik ga ervan uit, Jacco en Herman, dat jullie jezelf even introduceren bij het publiek. En dan geef ik als eerste het woord aan Herman, die als opdrachtgevende partij in dit traject vertegenwoordigd was. En Herman, in ons voorgesprek ging het er al even over. We gaan het zo meteen hebben over data en dataleveringen en controle en al die dingen waar we allemaal heel erg voor warm lopen. Maar ik vond het eigenlijk ook wel interessant om van jou te horen met wat voor project jullie nou in de praktijk bezig zijn geweest. Want dit gaat over Tennet, dus het gaat over de energieinfrastructuur van Nederland. We weten dat daar heel veel speelt, heel veel gaande is. Een enorme opgave ligt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dankjewel, Martijn. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Herman Winkels. Ik werk sinds 5 jaar zelfstandig, waarbij ik publieke opdrachtgevers adviseer. En momenteel doe ik dat onder andere voor Tennet en voor de gemeente Amsterdam en voor het havenbedrijf Rotterdam. Als je het over Tennet hebt, Tennet is een elektriciteitsmaatschappij, zou je kunnen zeggen. En die zorgt ervoor dat we met name het hoofdtransport van de elektriciteit in Nederland en Duitsland verzorgen. En dat gaat dus via kabels of lijnen. Die lijnen die kennen jullie allemaal wel met die masten daarvan. En daar zitten ook allerlei verzamelstations tussen. Dat noemen wij ondersubstations bij Tennet. En dit is dus niet de elektriciteit die in elk van jullie huishoudens gebracht wordt, want dat doen de Liantos en de Eneco's van deze wereld. Maar het gaat dus om de hoofdstroomvoorzieningen en de hoofdstroomleiding. En ze hebben inderdaad een belangrijke rol met betrekking tot de energietransitie. We willen natuurlijk veel meer via wind en zonne-energie elektriciteit verzamelen. En Tennet moet dat dus. In de hoofdstroom moet zij dat dus verdelen en ook verzamelen. En dat verzamelen doet zij vooral op offshore platforms. Dat zijn van die grote platforms in zee die naast die windmolenparken staan, waarbij in feite de stroom van elke individuele windmolen bij elkaar komt en in dat elektriciteitsstation op zo'n platform. Van daaruit loopt een kabel naar het land toe. En dan staat er vlak achter de duinen een verzamelstation wederom en die verdeelt het dan over Nederland, zeg maar, en de hoofdtransportleidingen, waar we uiteindelijk de Liantos en de Eneco's van deze wereld op aansluiten. Het project wat we hier gedaan hebben, er ligt een enorme opgave voor Tennet, zowel in Nederland als in Duitsland. Offshore wordt er bijna voor 25 miljard geïnvesteerd de komende 10 jaar. Dus dat betekent dat er heel veel grote projecten worden uitgevoerd, maar ook bestaande elektriciteitsstations worden vernieuwd en gerenoveerd in Nederland en Duitsland. Dat betekent dat we binnen Tennet bijna allemaal Engels met elkaar praten. Het lijkt erop dat we de Duitse tak weer gaan verliezen vanuit Tennet, dat dat weer overgedragen wordt naar de Duitse overheid. Nu is alles eigendom van de Nederlandse overheid. Oké, dan gaan we beginnen met daar waar we jullie hebben uitgenodigd. We hebben de afgelopen jaar, 1,5 jaar, samengewerkt met Kirion. En Kirion is een van de bedrijven die voor Tennet ook een landstation, in dit geval Lauwersmeer, een substation, een elektriciteitsverzamelstation, zoals je dat vaak rondom steden vindt. Die hebben dat in een 3D-model gerenoveerd voor Tennet en ze onderhouden dat station ook voor Tennet. En we hebben met die partij samengewerkt om te kijken of we digitaal data konden delen. Mag ik de volgende dia van jou? Als ik het over BIM heb, dan hebben we het niet alleen over. Mag die eentje terug? Gaat het dus niet alleen over de ontwikkeling van de instrumenten, zoals ik dat noem, hè, zoals zo'n ILS, een informatieleveringsspecificatie, waarin
vaak in een contract meegaat, of de geometrische informatie requirements, onderdeel van de ISO 19650, waarbij je specifiek vraagt hoe zo'n model er dan moet uitzien, zo'n 3D-model. Maar BIM is ook een objecttype bibliotheek om je data te structureren en 3D-modellen, om met name stations te ontwikkelen, te ontwerpen en te realiseren. En eventueel te beheren, maar dat gebeurt steeds minder. Met Tibet zijn we gestart met het ontwikkelen van die instrumenten. Maar het gaat er natuurlijk niet alleen om dat je ze ontwikkelt. Je moet ze vervolgens ook met je aannemers samen, met je ingenieursbureaus beproeven. Kortom, hoe zit het met de implementatie, het gebruik van die instrumenten? Want dat moet je met je partners doen in de praktijk. En Kirion is een van die partners van Tenet. En zij gebruiken 3D-modellen. En ze waren bereid in zo'n elektriciteitsstation. En rechts zie je daar een plaatje van. In het project Lauwers Meer. Dit met ons te beproeven. Toen we startten, was het project net gerenoveerd. En hadden zij het 3D-model gereed. Mag de volgende dia. En de vragen die we daarbij gesteld hebben aan Kirion in combinatie met BIM Connected. Lever alsjeblieft data, documenten, tekeningen en 3D-modellen volgens de juiste geometrie zoals die bij Tenet in de ILS en in de OTL en de Exchange Information Requirements, ofwel de OTL en de GIR van dit project Lauwersmeer door Tenet aan jullie geleverd worden. En daarbij hebben we ook gevraagd om de OTL, in dit geval de versie 2.3, met een bepaalde structuur en een bepaalde databehoefte. En lever die data aan voor de belangrijkste 15 objecttypes, zoals die in een veld. En dat is een hele rij met van die transformatoren met lijnen daartussen. Lever daarvan alsjeblieft de data op. En tenslotte, dat willen we dan graag gezien, opgeleverd zien in een ICDD-container. Dat betekent dat de software daarvoor ontwikkeld moet worden met een viewer. En als die container die data dan bevat, willen we graag dat dat ook gecontroleerd wordt. Met andere woorden, laat ons zien dat de kwaliteit van die data conform de vraag was. En of dat ook qua geometrie klopt, volgens zoals dat geformuleerd was in de geometrische informatie wensen van Tenet. En tenslotte ook een rij documenten die aan die assets gekoppeld zijn. En dan geef ik het nu over aan de technisch specialist, dat is Jacco Heijnen. Ga je gang, Jacco. Ja, dank je, man. Ja, misschien nog even goed om toe te voegen. Dit is niet in één iteratie ontwikkeld, maar dit heeft denk ik in een iets van 3 of 4 iteraties is dat ontwikkeld. Dus op het moment dat wij getest hebben met Kirion om te kijken naar kunnen we aan de eisen voldoen die gesteld zijn. Nou, er kwamen een aantal eisen die niet duidelijk genoeg waren of die niet mogelijk waren, dus die geherformuleerd moesten worden. Zo zijn we uiteindelijk naar de 3e of 4e iteratie gekomen tot een set die ook praktisch leverbaar was door een aannemer. En niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk. Er staan er geen dingen in die waarvan het onduidelijk is wat het is. Jacco Heijnen, BIM Connected. We houden ons vooral bezig met informatiestructurering, opzetten van ontologieën van een OTL. Dat doen we zowel hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Daarnaast ook heel erg gefocust op het controleren van data tot in den treuren. Omdat we juist willen dat we volledige en correcte data krijgen, zodat we in de toekomst, want daar zijn we veel meer op geënt, kijken of je grootschalige data-analyses kunt draaien binnen op organisatieniveau. Maar de data-uitwisseling binnen bij het project Lauwersmeer, wat we hebben getest. In het begin zijn we even uitgegaan van een greenfield. Hè, dus alsof Tenet geen data heeft van de locatie. Even een heel versimpeld overzicht. Vanuit Tenet is er een data-eisen verstuurd richting Kirion. Er zijn allerlei dingen hoe je die data-eisen kunt vastleggen. Hier staan wat kernwoorden. Worden niet allemaal gebruikt. Hangt denk ik ook even af van het project of van de organisatie, of je nou in de bouw zit of in de infra zit. Maar dit zijn wat woorden die worden gebruikt om data-eisen vast te leggen. Die is eigenlijk gewoon naar Kirion gestuurd. En de Kirion is gevraagd, lever mij van dat project en van dat veld. Want het is vooral natuurlijk om dingen te testen en niet om
alle data te leveren. Lever daarvan de data op. Ja, controleer die data. Doe dat ook zelf. Dus Tenet controleert die data niet, maar Kirion die gaat aantonen dat ze overal aan voldoen. Nou, er zitten natuurlijk ook heel veel iteraties in, want de data wordt opgeleverd, komen erachter dat er toch nog wat dingen missen. Nou, en zo komen er een aantal iteraties. Voordat vanuit Kirion ook het moment was, van, ja, dit, wij denken dat wij hiermee goed zijn en wat nog open staat, daar moeten we het gewoon even over hebben. Dus dit is het versimpelde proces. Nou, en op een gegeven moment, als dat dan vanuit de aannemer goed wordt bevonden, dan wordt dat doorgestuurd naar Tenet. Ja, in het geval in dat middenstuk zit dus het controleren van de data, maar ook het visualiseren van de geïntegreerde data. Want we gaan een stapje dieper op in. Tenet heeft hier eigenlijk twee dingen uitgeleverd in dit traject. Geometrische eisen in de GIR, Geometric Information Requirements, en asset data eisen. En dan zitten we hier veel meer op van, nou, welke objecttype moet je leveren, welke documenten verwachten we daarbij, welke eigenschappen, eventueel decompositierelaties, et cetera. Kirion heeft aan de hand daarvan, nou, ze hadden natuurlijk al BIM-modellen, maar die hebben ze natuurlijk moeten verrijken met wat meer informatie. Ze hebben allerlei 2D-tekeningen, documenten opgeleverd en asset data. Nou, Kirion bouwde dat op in Relatix. En uiteindelijk hebben we die data gebundeld in een ICDD-container. Nou, en wat is nou zo'n ICDD-container? Zo'n information container for data delivery. Als ik het goed heb, dat is gespecificeerd in deze ISO. En eigenlijk vertelt hij van, nou, als je al die dingen bij elkaar hebt, hoe kun je die informatie aan elkaar linken? Dus hoe kan ik een document linken? Dus een inspectierapport van een omvormer, hoe kan ik die linken aan die specifieke omvormer? Nou, dat omschrijft deze ISO. En voor de rest stop je het dan samen in een zip-file. En dat hernoem je dan naar ICDD. Dus het is een hele, ja, zegt eigenlijk alleen maar hoe je informatie aan elkaar kunt koppelen. Dat hebben we opgesteld. En vervolgens hebben we die data gecontroleerd met twee van onze producten die we daarvoor gebruiken. Die we de laatste 7 jaar in ontwikkeling zijn. Die eigenlijk alleen maar hiervoor gemaakt zijn. Dus dit is even het simplistische proces wat is doorlopen. En dan gaan we dadelijk even wat dieper in. Hoe ziet dat er dan uit? Hè? Hoe ziet dan de inhoud van die OTL eruit? Hoe ziet die GIR er nou eigenlijk uit? En hoe wordt dat dan gecontroleerd? Er is ook nog een tweede fase mee bezig, hè, want er is natuurlijk greenfields, die komen natuurlijk niet heel veel meer tegen hier in Nederland. Het is ook een brownfield. Dat is eigenlijk hetzelfde proces als we hier zien, wat we net zagen. Maar wat wordt er toegevoegd? Tenet verstuurt ook bestaande data. Tenet heeft natuurlijk al data van het onderstation, want dit onderstation werd gerenoveerd. Hoe kunnen we nou die bestaande data ook nog uitleveren en eigenlijk zorgen dat Kirion die data gaat verrijken? En eventueel ook nog, en dat is volgens mij nog niet meegenomen nu, maar ook kijken van, maar hou nou ook eens even goed tegen het licht van de data die we hebben. Want je kunt natuurlijk data steeds verrijken, maar dan heb je dit jaar 400 documenten, over 3 jaar 600 documenten. Maar je moet natuurlijk ook de verouderde data op een gegeven moment ook een keer markeren. Dus dit is nog de volgende fase waar nu over nagedacht wordt om dit ook mee te nemen. Dus dit even qua proces. Dan de datacontrole van de GIR, de Geometric Information Requirements. Nou, die hebben we dus opgesteld. In het begin is Arcadis er ook nog even bij betrokken geweest. En die hebben we dus getest met Kirion. Nou, heeft dus, met 3-4 iteraties zijn we gekomen tot een set waarvan we zeiden, ja, hier zouden we wel mee op kunnen schalen. Nou, dit is de inhoud. Ik denk wat hier belangrijk aan is. In deze Geometric Information Requirements staan niet echt eisen over welke eigenschappen je moet vullen in een BIM-model. Tenet heeft ook een beetje Tenet heeft ervoor gekozen om te zeggen dat BIM-modellen gebruiken we voor 3D-geometrie. En alle data, die stoppen we apart in een datapakket. En in dit geval wordt dat uitgewisseld middels linked data, maar je kunt dat natuurlijk in allerlei formaten uitwisselen. Je zou het zelfs met Excel of natuurlijk XML of noem maar op. Nou, wat staat er dan ongeveer in? Nou, bijvoorbeeld, hoe gaan we bestandsnamen noemen? Wat zijn de bestandsextensies? Modelstructuren, dus welke aspectmodellen gaan we allemaal hanteren, want dat willen we standaardiseren over Tenet heen. Wat is het nulpunt? Hoe gaan we om met het ruimtelijke aspect in BIM-modellen? Objectbenamingen. Wat belangrijk ook hierin is het detail van 3D-objecten. Vooral in de energiesector, maar dat zul je ook nog andere dingen zien. Ja, er worden af en toe zulke complexe geometrieën ontvangen.
Dat komt voornamelijk door dat het natuurlijk hele specifieke tekenpakketten zijn die zo'n omvorm of zo'n klem die zo'n hoogspanningskabel vastpakt, tekenen. En die worden vaak gewoon geïmporteerd in bijvoorbeeld Revit en dan gewoon geëxporteerd naar IFC. En dan ja, explodeert zo'n bestand. Ten eerste zorgt het voor veel meer opslagcapaciteit. Dat zal nogal niet het grootste probleem zijn. Maar wel met applicaties en hoe die daarmee om kunnen gaan. Hè, dat je applicatie traag wordt. En als voorbeeldje zo'n klem, die hebben wij gevonden van 30 MB. En dat is dan één klemmetje. Ja, dat schaalt dat maar eens op. Dus dat zit niet echt. Die kunnen wij dus vinden. Nou, we kunnen ook zien hoe groot die zijn. En daar hebben we uiteindelijk een beetje ontdekt. Nou, als ze ongeveer zo groot zijn, dan zijn ze acceptabel. En als ze daar buiten zijn, dan moeten ze hermodelleerd worden in een simplistischere vorm. Daarnaast ook wat vooral belangrijk is, zijn relaties tussen het BIM-model en andere onderdelen. Drie belangrijke punten daarin is de georeference, dus waar op de kaart staat het BIM-model nou, welk coördinatiestelsel gebruik je daarvoor? RD-stelsel, WGS G84, nou, daar staat allemaal over dat soort dingen in. De relatie, hoe leg je nou de relatie vast vanuit een object in het BIM-model naar een object wat je bijvoorbeeld in Relatix hebt gedefinieerd? En hoe leg je die relatie vast? En hoe leg je de relatie vast naar de OTL zelf? Dus als een omvormer, en het heeft natuurlijk een bepaalde typering, hoe je een omvorm moet typeren, nou, hoe leg je die typering dan vast in je BIM-model? Dat is op daarin vastgezet. Nou, daarnaast zijn er ook nog randzaken, zoals hoe ga je om met 2D-tekeningen? Nou, die moeten in dit geval altijd afgeleid zijn van 3D-modellen als dat mogelijk is. Voor elektriciteitsschema's is dat natuurlijk een iets ander verhaal. Maar maak je een plattegrond van je gebouw wat erbij staat, ja, dan moet dat afgeleid zijn uit je model. En daarnaast nog wat eisen over point clouds en hoe je die kunt relateren aan je model. En als laatste zijn er nog wat explanatory, wat verdiepende slagen. En dat gaat er vooral in van hoe kun je al die informatie nou goed vastleggen in IFC met allemaal voorbeelden erbij. En aan de hand van die voorbeelden weet je ook exact hoe er dadelijk getoetst gaat worden. Dus dit even over de inhoud wat er nou in die geometric information requirements staat. Nou, hoe gaan we dat dan testen? Nou, we hebben daar een stukje tooling voor. En hier zien we het project Lauwersmeer. En die heeft allerlei verschillende submodellen, aspectmodellen. Je ziet daar allerlei balkjes staan. Nou, die balken zijn eigenlijk een geaggregeerde weergave van de controllers per model. Nou, groen is de status van de... De donkergroen is de status van de vorige upload. Het lichtgroen is de verbeterde status ten opzichte van de laatste upload. Ja, dus bijvoorbeeld als bij de bovenste die even kijken, bijvoorbeeld bij die, ja, dus je kunt zien hoeveel beter die of slechter die heeft gedaan dan de vorige. Grijs is wat er nog open staat. Ja, je zou het ook rood kunnen maken, maar dat vonden we wel iets negatief. En we rood hebben wat er is verslechterd. En soms wordt er een export setting veranderd in een pakket. En dan mis je in één keer een stukje informatie. Nou, dat zie je dan hier terug in een stukje rood. En dan kunnen we een stapje dieper gaan. In dit geval even bijvoorbeeld voor primaire installaties en aspectmodel. Zie je dat er in totaal 5 versies zijn geüpload. En je ziet dus steeds per versie wat het verschil is. En je ziet bijvoorbeeld hier in versie 3. Zie je dat er, dat had te maken met een export setting. Zie je dat er een stuk minder data werd meegeleverd. Dan is de modelkwaliteit achteruit gegaan. En zo zie je hem daarna weer langzaam opbouwen. Versie 4, versie 5. Dit is nog niet helemaal goed. In dit geval had dat ook voornamelijk te maken met, we hebben vooral voor één veld informatie uitgewisseld. En volgens mij bestond het hele verhaal uit, ik denk 20 velden. Maar we hebben maar voor één veld de OTL-informatie gekoppeld. We hebben wel alle 3D-informatie gekregen. Maar een onderdeel is dus dat niet alle informatie, of dat niet alle objecten een relatie hebben naar de OTL of naar asset data. Nou, dat zie je dus hierin terugkomen. Nou, dan kunnen we nog een stapje dieper gaan, want dit zijn natuurlijk nog steeds hele algemene grafiekjes. Nou, je kunt zo'n balkje uitklappen en dan zie je hier exact de controles die zijn uitgevoerd. En deze titels die je hier ziet en deze nummeringen, die matchen ook één op één met de hoofdstuknummeringen en de eisen in de GIR. Hiermee zie je dus exact wat je kunt controleren. En daar blijft natuurlijk altijd iets openstaan. Hè? Dus het is ook niet zo dat je altijd alles automatisch kunt controleren. Maar alles wat automatisch controleerbaar is, of wat wij nu, dat zie je hierin terugkomen. Hier kun je dus ook zien, hè, bij de name special objects, daar is ook iets veranderd aan, of aan een eis, of aan een export setting. En voor de rest zie je dat in de laatste fase, de laatste upload hier is vooral gewerkt aan het verbeteren van de naamgevingen van fysieke objecten. Nou, we kunnen hier nog een stapje dieper in gaan.
Nou, deze representatie, nou, daar hebben we natuurlijk allemaal data van. Hè. Dit is natuurlijk alleen maar een soort van dashboard. Dus via deze knop kunnen we een Excel downloaden. Nou, in deze Excel staan eigenlijk precies dezelfde hoofdstuknummeringen met dezelfde percentages als hiervoor. Maar hier kunnen we een stapje dieper gaan. En bijvoorbeeld gaan we naar de referentie naar de OTL. Hè. Dus als we een object hebben in 3D, hoe is die dan is die geclassificeerd volgens het object uit de OTL? Nou, hier zie je dus wat informatie over alle objecten die daar niet aan voldoen en waarom niet. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld dat alle de base in Tenet, ja, dat zijn eigenlijk de spaces die gedefinieerd zijn in een 3D-model, hè, van dit vlak is dit veld. Daar is geen typering aangebracht richting de OTL. En dat zie je hier in het rode vlakje. Nou, zo kun je dus zien welke objecten er allemaal niet voldoen. Er staat ook een hele lijst met alle objecten die wel voldoen. En hierin krijg je dus een geheel overzicht. Nou, daar kun je dus voor al die verschillende onderdelen, kun je dat hier zien. En wat je hier dus ziet, is dat een BIM-modelleur dit hanteert om zo zijn modellen te verbeteren. Om ze zo zelf te verbeteren ook zelfs. Ja, daar komt Tenet niet eens tussen. Dus dat was het stukje waarin Kieron hier de data heeft geleverd. En dat gecontroleerd is met de BIM-bridge om te kijken of de geometrie al voldoet aan de gestelde eisen in het GIR-document. En dat is dan een aantal keer op en neer gegaan. Om te komen tot een bepaalde set waar zij zich goed bij voelen. Ja, dan het tweede deel. Wat kun je hier nou vooral mee doen? Trouwens nog even opgezomd. Ja, de kwaliteit van de BIM-modellen wordt geborgd. Ja, de BIM of de datamodelleur kan zijn eigen werk controleren. Ja, vooral fijn met doorlooptijd. Hè. Je hoeft niet te wachten tot je BIM-coördinator of je opdrachtgever reageert op je levering. Maar je hebt gewoon binnen 10 minuten antwoord. Toch fijn om vandaag nog je werk af te kunnen maken. Ja, wat heel belangrijk is, het automatiseren van de eisen geeft vooral ook inzicht of de eisen goed zijn. Ja, want als je een eis automatiseert, ja, dan moet je natuurlijk, heb je maar één antwoord. Hè, of je moet één pad doorlopen. En dan kwam je nog best wel eens achter dat het niet altijd zo is. Hè. Dus je kunt daarmee heel veel feedback verzamelen op je eigen GIR of je BIM-protocol of je ILS. En het borgt ook dat opdrachtnemer en opdrachtgever vooral ja, alleen maar praten over de issues die er echt toe doen. Als iemand een materialisatie in moet vullen van een object bijvoorbeeld, ja, iedereen weet dat dat moet. Nou, dan hoef je niet met elkaar, dan hoef je niet als feedback te krijgen. Maar er zijn af en toe zaken waarvan nog wat ja, een meningsverschil is. En dan ja, kom je tenminste bij elkaar om de zaken te bespreken die er te doen. En krijg je ook iets beter inhoudelijk overleggen. Nou, dan nog het stukje OTL-controle. Want dit was natuurlijk alleen een stukje geometrie. Het grootste, dat is maar een klein stuk. Het grote, hele grote andere stuk is eigenlijk alle data die gedefinieerd staat in de OTL. Nou, dit is de viewer op de OTL van Tenet. Maar hiervan een combi-transformator. Zie je allerlei eigenschappen die geëist worden hier in het rechte scherm. In het blauw. Nou, dat zijn er ongeveer, ik denk in deze set. Ik denk dat het er ongeveer 30 waren of 40. Nou, dan hebben we nog wat relaties die gedefinieerd kunnen zijn. Hè, van, nou, dit moet onderdeel zijn van een ander object of van een systeem. En dat gaat weer veel over vanuit de elektriciteitsstandaarden. Verplichte documenten die je eraan vast kunnen zitten. En dan in het algemeen tapje zie je nog wat informatie staan. Die heb ik voor de rest hier niet laten zien. Maar bijvoorbeeld, je moet bijvoorbeeld aangeven, hè, wat is nou de design type of wanneer is het gebouwd en of hoe lang geldt het onderhoud, wanneer is het laatst geïnspecteerd, allemaal van dat soort gegevens. Dus even in het kort, wat is een OTL voor degenen die het niet weten, legt eigenlijk vast wat een organisatie wil weten van iets, nou, en iets in dit geval bijvoorbeeld van een asset, bevat zelf geen data, beschrijft alleen de structuur en je kunt het eigenlijk zien als een template voor je data eisen. En als je in Excel je een template kunt hebben, is eigenlijk de OTL ook een template. Alleen schrijft het nog geen bestandsformaat voor. En het is ook applicatieoverstijgend. Het is niet afhankelijk van een applicatie. Het zegt ook niet wat een applicatie moet doen. Alleen datastructuren. Nou, hoe kunnen we... We hebben dus, zoals we dan teruggaan, we hebben dus dat ICDD-pakketje. Hè, die hebben we gemaakt. Nou, die is hierin ingeladen. Je ziet aan de linkerkant welke IFC-modellen daarin zitten. Nou, daar zitten er 5 in. Ik heb die hier even 4 gevisualiseerd. En daarin is even 1 omvormer van geselecteerd, die je daar in het roze ziet. En als je die selecteert, dan zie je hierin alle informatie, de data die is vastgelegd, alle eigenschappen. En die eigenschappen zijn dus vastgelegd in de relatieomgeving,
De modellen zijn gemaakt in Revit volgens mij in dit geval. En dit is een IFC export. En die zijn dus middels die ICDD-standaards zijn die ook aan elkaar gelinkt. Nou, daarnaast zitten aan dit object ook nog allerlei documenten. En dat kan zijn, volgens mij zit ook wat hier een belangrijk onderdeel aan is, zijn foto's van naamplaatjes die erop gezet worden. Nou ja, allerlei andere informatie die daarvoor geëist wordt, die kun je hiermee direct inzichtelijk krijgen. Dit zegt eigenlijk nog niks over de controle. Hè? Dus eigenlijk puur maar alleen maar visualiseren van de informatie die er is. Nou, ook voor ons, je kunt hier natuurlijk ook allemaal filters opzetten. Wat voor ons project wel handig was, is om even een filter te maken van het veld waarvoor we informatie gekoppeld moesten hebben. Want we hebben niet, in dit project hebben we niet alle data gekoppeld aan alle objecten, maar even een uitzondering gemaakt voor één veld. Vooral voor teststukken. Als je nou alles moet controleren, is dat een beetje veel. En vanuit hier kunnen we overgaan naar de tweede blokje, dat is het validatiestukje. Dan de eerste stap krijgen we een overzicht, dat zijn allerlei verschillende typen validaties die gedaan worden. Nou, wat is de status daarvan? En dan de eerste die we uitvoeren is vooral de controle op de structuur van het ICDD-container. Voldoet de container zelf aan de standaard? Nou, in dit geval is dat juist. Als dat niet juist is, dan ga je ook niet alles zien op het kaartje. Het tweede aspect is het controleren van de data zelf. Nou, we hebben hier verschillende manieren hoe je die OTL-data kunt controleren en verschillende weergaven van de fouten. Ik zit nu in het tapje 3D. We hebben ook nog een lijst view. En die lijst view is eigenlijk gewoon een soort van hele grote tabel met alle fouten die er zijn. Maar in die taxonomie tab kun je verder uitklappen. En hoe verder je naar beneden gaat, hoe minder objecten je in het rechte scherpje krijgt te zien. En onderin zie je de fouten die erop gegeven worden. En ik denk als je de fouten nu leest, zal dat niet voor iedereen heel herkenbaar zijn. En dat hoeft denk ik ook niet. Maar het is wel herkenbaar voor de mensen die met de data aan het werk zijn. En dus degene die deze data modelleert, die weet wat hij hierin kan doen. Nou, je kunt natuurlijk een stapje dieper gaan om te zien welke fouten zitten nou specifiek op dit object. Nou, dit is natuurlijk vanuit een taxonomie gezien. Nou, je kunt het ook vanuit een decompositieboom zien van het project. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken van, nou, ik wil per type fout nou wel eens weten welke objecten dat zijn. Nou, hier kun je bijvoorbeeld zien de hash-part relatie voldoet niet. Dat geldt voor deze twee objecten. Nou, zo kun je nog allerlei andere typen aangeven. Nou, er is hier ook nog een koppeling gemaakt met de GIR-controles, wat je in het vorige stukje zag met de BIM-bridge. Hier zit niet een heel visualisatiestukje in, maar je ziet wel de output van alle Excels met alle fouten erin. En ja, hij staat hier overal op een rood kruisje, want hij staat alleen maar op groen als alles goed is. Nou, dat zijn dus nog dingen wat niet allemaal goed staat. En we zijn ook nog bezig om te kijken van, ja, wat als je nou een afspraak maakt dat dus de tool zegt dat de data fout is. Nou, dan gaan we er, het overgrote deel zal correct zijn, maar misschien geven we een onjuiste fout. We doen liever een onjuiste fout geven dan een fout er doorheen laten gaan. We zijn nu gaan kijken van hoe kunnen we nou afspraken maken, hoe kunnen we aangeven dat we akkoord zijn met die fout. Want uiteindelijk wil je die natuurlijk uit dit soort grafiekjes, je wil natuurlijk naar de 100% gaan. Want als je niet op 100% staat, dan weet je eigenlijk nooit of het nou goed is of niet goed is. Dus dit is eigenlijk dit stukje. Dus de data is geleverd door Kirion. Die is getest op basis van de data-eisen tegen de OTL. Nou, wat kun je hier dan mee? Ja, de kwaliteit van de data wordt weer geborgd. Want je controleert alles tegen dezelfde standaard. Organisatie breed zelfs. De data moet lukken als eigen werk controleren. Je kunt op één plek alles controleren. En dat is eigenlijk ook wel fijn. Je hoeft niet verschillende applicaties te gebruiken. Je krijgt één overzicht waar alles bij elkaar gehaald wordt. En op de achtergrond kan het natuurlijk wel door verschillende tools gecontroleerd worden. Maar het is wel fijn om op één plek je volledige controle inzichtelijk te krijgen. Nou, het integraal viewen van de data. Het voordeel is natuurlijk, je hoeft niet op verschillende pakketten te gebruiken om je data te openen. Vooral de relaties tussen de onderlinge informatie is natuurlijk handig om die op één manier te kunnen zien. En als je natuurlijk al die data bij elkaar hebt, dan kun je natuurlijk ook allemaal filteren en visualiseren. Maar, je kunt natuurlijk bepaalde business rules instellen. Bijvoorbeeld laat me alle omvormers zien waarin geen onderhoudshandleiding bij zit. In dit geval. Nou, want hierin zitten we natuurlijk voornamelijk op dataverificatie. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan validatie. Hè, van, nou, is dat ook allemaal wel gebouwd en aanwezig? Nou, dan kun je natuurlijk inhoudelijk specialist wat sneller door de data heen laten klikken. En dit is eigenlijk een beetje wat wij wilden laten zien
van wat we gedaan hebben. Nou, we hebben ook, ik heb ook nog alle de tooling zelf, heb ik, het is allemaal webtooling, die staan hier allemaal op de achtergrond, staan ook allemaal open. Dus mochten daar vragen over zijn, dan kunnen we daar misschien nog naartoe. Nou ja, er zijn zeker vragen. Dankjewel voor deze duidelijke toelichting. En ik stel voor dat ik een paar vragen eruit lepel waarvan ik vermoed dat jij ze kunt beantwoorden. En dan zijn er ook een aantal voor Herman. En dan pak ik misschien eerst even deze hele basale vraag. Jaco, hoe worden de eisen gespecificeerd? Dat is een vraag van Hedde van der Lucht. En welke eisen? De geometrische eisen of de data-eisen? Hedde, kun je dat toelichten aan welke eisen jij dacht? Kan Hedde zijn de geometrische eisen of de eisen die je stelt aan het IFC-formaat. En de achterliggende vraag is of en waarom jullie eventueel niet IDS gebruiken om die eisen te specificeren. Eerst een simpel antwoord, IDS bestond nog niet. Dus ik denk zeker dat wanneer het goede vraag, want het is natuurlijk eigenlijk apart dat wij BIM-eisen vastleggen in een document in plaats van in een dataformaat. IDS is natuurlijk een dataformaat. Ik heb er nog niet helemaal ingedoken. Ik weet ook niet of je alles in de IDS vast kunt leggen. Hè, want dit gaat natuurlijk voornamelijk op het geval van wat voor type modellen wil je toepassen. IDS gaat denk ik voornamelijk ook meer in van, nou, ik wil verplichte materialisatie hebben op alle fysieke objecten. Of ik wil een bepaalde relatie hebben tussen mijn space en tussen mijn object. Dus daarin. Maar ik denk zeker wat je vast kunt leggen in IDS, zeker leg dat vast in IDS. Want dan kunnen we dat automatisch inladen in tooling en dan hoeven we niks te bouwen. Daarmee beantwoord, Hedde? Ja, deels wel. Ja. Ik ben wel benieuwd of jullie IDS in de toekomst gaan ondersteunen. En of wat er niet in IDS wordt vastgelegd, of jullie ook de ambitie hebben om dat tot een standaard te brengen. Wij gaan dat sowieso ondersteunen, omdat het anders veel te veel programmeren is om controles uit te voeren. Dus dat gaan we zeker ondersteunen. En hoe dat bij Tenet nog, ik denk dat we daar zeker naar gaan kijken in hoeverre dat nodig is. Maar dat hangt dus ook even af in hoeverre je bepaalde dingen in IDS kunt ondersteunen. Maar daar wordt nog naar gekeken. Ja. Dankjewel. Goed, een andere vraag van Mike. En misschien is die al een klein beetje achterhaald later in jouw verhaal, Jacco. Maar dat laat ik aan jou ter beoordeling over. Mike die plaatst deze vraag, opmerking. De opdrachtnemer beoordeelt of het goed genoeg is om over te dragen met behulp van BIMbridge. Vraag, bij 75% goed, wordt het als goed genoeg beschouwd? Nou, dat is denk ik de eerste vraag is, wat vindt een opdrachtnemer zelf goed genoeg? Hè, dus, uiteindelijk zou je natuurlijk naar 100% moeten gaan, maar ik kan me voorstellen dat er af en toe dataveld. Voorbeeld, we hebben eens een keer data gezien en daarmee werden de draairichtingen van deuren mee geëxporteerd. En die draairichtingen van deuren waren niet NLSFB geclassificeerd. Dan komt die controle op NLSFB klassificatie dus niet op 100% te staan, want die deuren draairichtingen zijn niet geclassificeerd. Maar dat is ook wel logisch, hè, want op zich zou je die niet eens mee willen exporteren. Dus daarmee zal een aannemer altijd zelf kijken op basis van welke fouten die terugkrijgt, van nou, vind ik dat logische fouten of niet? Hè, kan ik die verantwoorden? Daar gaat het eigenlijk om. En als je die kunt verantwoorden, of als je daar denkt te zijn, ja, dan denk ik dat je als aannemer ver genoeg bent om op te leveren. Of het ligt natuurlijk nog aan met wat voor een afspraak je hebt op bepaalde, hè, welke inhoud lever je op wat moment. Het kan ook zijn dat je in het begin zegt, nou, ik lever alleen mijn geometrie op en in stap 2 ga ik mijn properties leveren en in stap 3 lever ik mijn gerelateerde documenten. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment in het begin nog wel allemaal fouten, want je hebt niet de properties of de documenten geleverd. Dus dat hangt ervan af. Ja. Lijkt mij duidelijk, Jaco. Ik heb hier een vraag van Niels Rijngoud voor je. Die gaat nog eens even in op de ICDD. Hoe is omgegaan met documenten binnen de ICDD-levering? Zijn deze conform de ICDD-specificaties aangeleverd of binnen de data zelf, tussen haakjes NEN 2660? Is deze vraag voor jou voldoende duidelijk? De documenten zitten gewoon in een zipje. He, dus de ICD heeft een aantal folders en één folder, daar zitten alle documenten in. Ook bijvoorbeeld de IFC-files en de Revit-files en wat dan ook. En dan heb je een folder met linkdata waarin in dit geval bijvoorbeeld de data uit Relatix is vastgelegd. En dan heb je een andere folder en daar zit een stukje linkdata in die zegt van, hey, dit documentje hoort bij dit object. Niels, is dat antwoord op jouw vraag?
Ja, ik denk dat het wel heel interessant zou zijn om de oplossing die nu gekozen is, om eens met de expertcommissie van ICD en CBNL te kijken naar van wat is er nu gemaakt. Want er is in die expertcommissie heel veel discussie geweest over moet je het nou A of B doen. Ja, ja. Ik zou het heel leuk vinden om dit eens als casus te gebruiken en en naar die levering te kijken. Ja, nou, bij ons is er ook wel, volgens mij, deze is al ingebracht richting de ICDD-groep. Of wordt al ingebracht. Volgens mij wordt er ook een paper geschreven over de verschillende manieren hoe je dat kunt doen. Hè? Want de ICDD is daar niet 100%, heeft er 100% in lijn in getrokken. Maar we hebben er intern ook wel met een aantal consultants, die hebben er ook meningen over. Dus er zijn een aantal gesprekken over geweest en de leringen worden inderdaad ingebracht. Nou, fijn. Als we daar met z'n allen op basis van deze demo eens een mooie richting voor kunnen kiezen, dan zou ik er heel blij mee zijn. Ja, ja, eens. Nou, dat zou een mooie plus zijn op dit toch al goede project. Herman, ik heb ook een paar vragen voor jou gevonden. Vraag is van Ronald. Wat is de meerwaarde van de OTL ten opzichte van IFC voor Tenet? Kijk, de OTL is de structuur waarin we zelfs ook de IFC-modellen aan willen laten voldoen. En dus de OTL is bewust geen database. En dus een IFC is een voorraad data, waarbij geometrie het allerbelangrijkste is en wat je afleidt uit bijvoorbeeld een native model. Wat wij willen is dat juist in die native modellen de structuur van de OTL gehanteerd wordt. En dat die voldoet aan de GIR. Dat betekent dus dat de OTL en de GIR ook aan elkaar gelinkt zijn. Je kunt dus kiezen als opdrachtgever, eventueel ook als opdrachtnemer, hoeveel informatie je aan die IFC-modellen hangt. En Tenet zit momenteel op het standpunt dat we zeggen, nou, we vragen die native modellen uit en we vragen zo min mogelijk data uit aan de geometrie aan die IFC-modellen. Dus met name de geometrie vragen we via die IFC-modellen. Ronald, heb jij nu antwoord op jouw vraag? Denk het wel, in grote lijnen. Ja, ja? Dankjewel. Het is natuurlijk, Ronald, deze vraag zie ik op heel veel plekken terugkomen. Hè, van hoeveel informatie leg je nou vast in die 3D-modellen en hoeveel informatie leg je nou vast ernaast? En wat je kunt bijvoorbeeld ook, hè, bijvoorbeeld in de OTL wordt gespecificeerd, leg het materiaal vast van het object. Nou, dat kun je natuurlijk ook prima direct meegeven in het BIM-model. Alleen over het algemeen kunnen we lang niet alle informatie vastleggen in de BIM-modellen. Want dan hebben we veel te veel mensen die allemaal in het BIM-model aan de gang moeten gaan. En uiteindelijk ook voor het onderhoud en beheer is het makkelijker om de data te beheren buiten een model langs. Want die data in de modellen, dat wijzigt over de tijd. En daarvoor wordt dat beheerd in andere pakketten. Alhoewel had je nog kunnen zeggen, nou, dan onttrek je dadelijk wat data uit die IFC-modellen. En dat zet je dan maar weer in een ander pakket. Maar gezien er ook data sowieso al op een andere weg gaat, is ervoor gekozen om gewoon alles via de andere weg te laten gaan. Dus het is eigenlijk een keuze. Je zou het ook deels in de IFC kunnen stoppen en deels daarbuiten. Ja, nee, dat is een hele fijne toelichting. Want ik denk dat IFC middels de IDS, die net sprake kwam, ook hier een hele goede dienst zou kunnen bewijzen. Maar ik snap wat je zegt. Dankjewel. Okay. Heeft denk ik ook te maken, er zit nog best wel een aardig verschil tussen de infrasector en de bouwsector. En ik vermoed dat jij in de bouwsector zit. Is dat goed? Nou ja, in de software. Met name dienend voor de bouw, ja. Ja. Nou ja, dat heb je dan wel even goed gepinpoint, Jacco. Ik ga naar een volgende vraag. Niels Rijngaard, die wil heel graag verder met de resultaten van deze pilot. Dat blijkt wel, want zijn andere vraag was, is de GIR openbaar en kan deze worden gedeeld? Nou, ik heb hem in ieder geval met andere opdrachtgevers al gedeeld. Amsterdam heeft hem bijvoorbeeld al en Niels kan hem ook krijgen. Ik moet daar wel toestemming van Tenet voor vragen. Oké, nou, er zijn dus mogelijkheden. En in het vervolg hierop eigenlijk twee vragen die op elkaar aansluiten. Mike vraagt, was dit een pilot en heeft het een vervolg gekregen in beheer? En even kijken, Wouter vraagt, zijn hier buiten Tenet nog andere netbeheerders, elektra, gas, water, glas, vezelwarmte, bezig met dergelijke ontwikkelingen? Met andere woorden, hoe gaat het verder aan de hand van dit voorbeeld? Nou, voor mij zijn er twee vragen met verschillende antwoorden. Maar ik zal even op allebei ingaan. Als je kijkt naar, kunnen ook andere elektra, gas, water, glasvezel en dergelijke van dergelijke ontwikkelingen gebruik maken en doen die dat?
je moet je realiseren dat met name die elektriciteitsstations en die platforms, dat zijn de belangrijkste onderdelen voor Tennet, waarin zij 3D-modellen laten ontwikkelen en ook ontvangen, zeg maar, van aannemers en bouwers, zeg maar. Terwijl al die lijnen en die kabels daartussen, die zijn minder interessant. Ook al omdat ze in 3D natuurlijk, behalve als je ze in de ondergrond moet leggen en je weet niet wat er in de ondergrond zit verder, is dat interessant om 3D te kunnen zien. Maar ja, zover is mijn bed nog lang niet. En ik denk bij die andere elektriciteits- of glasvezel of dergelijke systemen ook niet. En dus daar zit men veel meer op het 2D-vlak te werken dan dat men op 3D met 3D-modellen werkt. Mm-hmm. En de tweede vraag ging over het feit, wat is de vervolg? Nou, een van de vervolgen die er afgelopen najaar gestart zijn, is te kijken intern. Kijk, we hebben natuurlijk ook van die silo's waar onze data in zit bij Tennet. We hebben gezegd van, ja, we hebben natuurlijk aan de voorkant fijn onze GIR meegegeven per mail en de OTL opgestuurd. Maar we zouden het zo fijn vinden als wij ook in die ICD-containers de bestaande data konden leveren uit die verschillende silo's die onze asset repository voorstellen, oftewel onze asset beheergegevens van dat bestaande station. En dat hebben we dus gedaan door al die data via linkdata aan de OTL te verbinden en in een ICD-container te brengen. En die demo heeft BIM Connected samen met BuildingBits voor ons gedaan. En nu de volgende stap is, als we die bestaande data dan, en dat die Jacco al even zien, ook naar Kirion en BIM Connected toe brengen, gaan de kwaliteit van die data dan ook fors verbeteren, als we het op die manier doen. En ze hebben ook allerlei fouten gevonden in onze OTL, die we in de volgende versie hebben uitgehaald. Als je het hebt over het beheren van data met BIM-modellen, wij ontvangen de eerste modellen. Voordat we de GIR hadden, waren die allemaal verschillend. Met veel en weinig data. In sommige gevallen was het zoveel dat we dat niet eens konden opslaan. En we zijn dus echt in de beginfase om daar ook in de beheerfase mee te gaan doen. En er zijn ook andere netbeheerders waar we dit eigenlijk hetzelfde verhaal toepassen in het buitenland. Die daar ook mee, die dit ook een interessant verhaal vinden. Aha. Ik pak nog even een vraagje, want ik zie dat de tijd onverbiddelijk voortschrijdt. Harmen Jorritsma stelt een vraag. Harmen, zou jij deze zelf nog even willen samenvatten, herhalen? Want ik weet niet zeker of ik hem helemaal goed begrijp. Je zegt, is deze data of informatie dan ook makkelijk beschikbaar voor de leverancier of aan te vullen door de leveranciers? Ja, ik zit zelf in de bouw, dus Tennet is voor mij een beetje onbekend terrein. Maar goed, wij werken natuurlijk vaak met leveranciers. En ik heb het idee dat dit de prestatiemodelkant is. En hoe zit je dan met S-beeldmodellen vanuit leveranciers? En hoe worden die dan eventueel aangevuld? Of kunnen die informatie ook aanvullen? Of kunnen die gebruik maken van de informatie om hun eigen modellen te vullen? Maar het is mijn gedachtenspinsel bij alles wat ik vandaag net heb gehoord. Dus vandaar. En met leveranciers bedoel je dan voornamelijk bijvoorbeeld de E-installateur of de W-installateur die zijn aspectmodel aanlevert? Ja, bijvoorbeeld. Of bij ons in een bouw prefab leverancier of staalleverancier of noem maar op. Ja. Maar goed. Ja, ja, kijk, er wordt natuurlijk gewoon gedefinieerd welk aspectmodel of welke informatie je moet aanleveren. Qua geometrie en de volgende vraag is natuurlijk qua data. Die kun je natuurlijk allemaal eisen. Dus ook informatie zou dan bijvoorbeeld in een OTL of een BIM-protocol of in een IDS kunnen staan. En ik denk dat we in de toekomst veel meer naartoe gaan dat je refereert naar de data die bij de leverancier ergens staat. In plaats van dat we alle data steeds in alle BIM-modellen opslaan. Hè? Want die prefab vloer die wordt waarschijnlijk, ik weet niet hoe vaak toegepast. Waarom moet je die data iedere keer opnieuw opslaan in je BIM-model? Ja, dat zou een mooie oplossing zijn. Dan zou dit ook de oplossing ergens voor kunnen zijn. Ja, klopt. Ja, dat zal nog wel even duren hoor, dat aspect. Maar ja, ik denk dat een opdrachtgever uiteindelijk zal moeten specificeren. Of jij als aannemer zelf. Specificeren van ja, welke informatie wil ik ontvangen. Voor sommigen is dat misschien wel interessant. En sommige informatie misschien niet. Dankjewel. Goed, dankjewel. Wouter, jij ziet kansen. Wil je dat nog even toelichten? Ik voorzie ook kansen voor de 2D-wereld. Misschien naar aanleiding van de opmerking van Herman van zojuist.
Ja, ik denk dat we netbeheerwereld en ook andere partijen in de ondergrond werkzaam zijn. En stevige verplichtingen rondom Wiebom, ook met deelleveringen en dergelijke. Dat is een hele uitdaging om alle samenwerking met andere aannemers en weet ik veel hoeveel partijen, om daar ook een goed afsprakenkader te hebben voor uitwisseling van dit soort gegevens. Zeker met de steeds drukkere wordende ondergrond, energietransitie. Ja, en standaardisatie is daar denk ik vooral een heel belangrijk aspect in. Hè? Want op hoe meer we standaard manieren informatie uitwisselen, wordt het ook steeds makkelijker om die te aggregeren met elkaar. Ja. En we passen dit ook veel toe. Nu is het een voorbeeld van 3D-modellen, maar we passen dit ook heel veel toe met GIS-formaten bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk niet heel veel anders. Ja, precies. Dat lijkt me ook interessant voor. Ja. Dankjewel. Nog een andere Niels, want we hadden er meer, hadden we in het begin al in beeld gebracht. Hij zegt of vraagt, is er ook een aansluiting met projectbeheersing of projectmanagement om tussentijds te leveren en iets te doen met die data ook voor projectdoelen? Vraag begrijpelijk? Gaat het dan meer over projectdata in plaats van over assetdata? Niels, zou jij dat zelf kunnen toelichten? Ben ik nog getemd? Of niet meer? Nee, we hoorden jou. Ja, dan is het nog geen asset data. Dus tijdens een project wil je ook misschien weten bij een bepaalde fase van het ontwerp hoeveel kub beton zit er in het ontwerp. Of wat voor aantallen onderdelen zijn er om te leveren. Misschien koppel aan planning, hè? Dus als je het meer bedenkt vanuit virtueel ontwerpen en bouwen. Dat is in de praktijk vaak nog een beetje een andere wereld. En ik vroeg me af in hoeverre jullie daar vanuit de Tenet-context ook al naar de data daarvoor kijken. Er zijn wel ideeën bij Tenet om in de OTL, waar de data behoefte in feite staat, hè, om daar ook momenten in de levenscyclus van een project de momenten aan te geven waarop je die data al beschikbaar hebt en dus geleverd zou willen zien. Om bijvoorbeeld besluitvorming daarover al eerder te nemen en ook al een deel van de data te ontvangen. Ik weet niet of dat voldoet aan de vraagstelling. Nee, dat is heel helder. Ja. Ja, want deze is nu echt gefocust op as-built gegevens overdragen, maar je kunt natuurlijk verschillende fases in het bouwproces definiëren en daarbij kijken wat is de informatiebehoefte en dus de informatielevering. Ja, dat is geen principieel verschil, begrijp ik, Jacco. Nee, ja, dit hangt af van de focus van de organisatie. Ja, we zijn aan het einde van deze sessie gekomen. Ik schrik er zelf van, want ik word er vaak om geprezen dat ik precies binnen de tijd afsluit. Dat is me vandaag niet gelukt, maar dat is ook een beetje jullie verdiensten. Ik wil het niet eens schuld noemen. Er zijn veel vragen gesteld en uitgebreid beantwoord. Maar het is nu wel 4 uur geworden. Dus ik wil iedereen bedanken voor de aanwezigheid. En diegenen die nog geen antwoord hebben gekregen op hun vraag of hun suggestie voor vervolg. We zullen de inhoud van de chat delen met de sprekers en dan kunnen zij daar alsnog op reageren. Maar voor dit moment zeg ik bedankt allemaal voor de komst. En fijn dat jullie erbij waren. We hopen jullie de volgende keer terug te zien.